De Heer zij met u en met uw geest, uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee. Hij keerde zich om en zei tot hen: als iemand naar mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, ja, zelfs zijn broers en zusters en zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of u wel genoeg bezit om hem te voltooien. Anders zou het hem kunnen overkomen als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien, dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man het hoofd te bieden aan iemand die met 20.000 man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Woord van de Heer, wij danken God. Het centrale thema van deze zondag zou je losmaken, loslaten kunnen noemen. Zoals Jezus het zojuist zei in het evangelie: zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Loslaten, losmaken. Deze woorden gaan er eigenlijk van uit dat wij aan iets vastzitten. Op zich nogal opmerkelijk. Voelen we ons juist niet als mensen die bevrijd zijn? Mensen die zich losgemaakt hebben van heel wat dingen waarvan men vroeger zei dat het allemaal moest? Voelen we ons juist niet bevrijde mensen? Mensen die zich losgemaakt hebben uit het knellende moeten van het verleden? Het kan zijn. Toch wordt dit evangelie niet voorgelezen als zou het alleen maar gaan om een historisch verhaal dat ons iets vertelt uit de tijd en het leven van Jezus. Nee, het evangelie wordt in de liturgie voorgelezen omdat het ons vandaag iets te zeggen heeft, omdat het actualiteit wil hebben voor mij. Als Jezus dus over losmaken spreekt, dan hebben die woorden mij vandaag iets te zeggen. Losmaken. We zitten dus volgens het evangelie ergens aan vast. Maar waar zitten we dan aan vast? Zo zou je jezelf kunnen afvragen. Ook Jezus is blijkbaar zich bewust dat die vraag voor ons niet zo gemakkelijk is. Dat we er niet zo direct van overtuigd zijn ergens aan vast te zitten. Want Jezus verwoordt ons vastzitten vandaag in het evangelie in nogal harde bewoordingen. Als iemand naar mij toekomt die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Deze woorden van Jezus stuiten ons, denk ik, als we eerlijk zijn, op het eerste moment tegen de borst. Je familie haten, je eigen vlees en bloed, hen met wie je op natuurlijke wijze verbonden bent. Als je niet meer van Jezus wist dan dit, dan zou je misschien geneigd zijn om na het lezen van deze woorden de Bijbel dicht te slaan en te zeggen: ja, maar dat is belachelijk, daar wil ik niets mee te maken hebben. Maar we weten dat Jezus ook andere dingen gezegd heeft, woorden die zelfs met dit evangelie in tegenspraak lijken te zijn. Heeft hij ons immers niet het dubbele gebod van de liefde voorgehouden: bemin God en je naaste? Het is goed om te zien wat Jezus feitelijk bedoelt. Het gaat er hem niet om familiebanden kapot te maken. Trouwens, heeft hij zelf niet in de geborgenheid van een gezin willen leven? En wordt zelfs van hem gezegd dat hij zijn ouders onderdanig was? Nee, Jezus heeft niets tegen familiebanden. Maar wel wil hij ons waarschuwen voor de verlammende werking die er van relaties kunnen uitgaan. Ons omgaan met mensen en dingen kan namelijk ongeordend zijn. Dat wil zeggen dat we ze niet vanuit God bezien en ze daardoor ons zicht op hem, maar ook op de wereld, verduisteren. Mensen kunnen bijvoorbeeld zo opgaan in elkaar
dat ze daarbij de anderen vergeten. Hoe eng is de kring rond mensen soms niet geworden? Was vroeger menig huis een open deur, waar velen letterlijk in en uitliepen, waar mensen in een buurt elkaar wilden kennen, waar er zorg was voor elkaar, mensen met elkaar begaan waren. Nu zijn we soms zo griezelig op onszelf gericht, dat het lijkt alsof iedereen zijn eigen boontjes maar moet doppen. Mensen kennen soms hun eigen buren niet, en het is helaas niet meer ongewoon als doden pas na weken in hun huis worden gevonden. Mensen kunnen zich zo verliezen in bezit en geld, dat er voor de rest geen plaats meer is. Politieke belangen zitten soms griezelig verstrengeld met het kapitaal. Je vraagt je soms werkelijk af waar het mensen in de politiek eigenlijk om gaat. En voor die ongeordendheid, voor die secularisering, voor die manier van leven waar er voor God geen plaats meer is, daar wil Jezus ons vandaag voor waarschuwen. En dan niet zozeer omdat Hij zich tekort gedaan voelt, maar omwille van ons geluk, van ons heil. Alleen daar waar we ons leven ordenen, afstemmen op Hem, komt al het andere tot zijn recht. Onze gedachten zijn immers onzeker, zo zegt een andere lezing van deze zondag. Maar komen onze gedachten ook echt van God? Wie stelt zich die vraag nog? Toch heeft God een plan, zoals diezelfde lezing het ons zegt. Alleen daar waar God de eerste plaats krijgt, menselijke verhoudingen hun ordening in God hebben, werken relaties niet verlangend. Dan werkt het zelfs bevrijdend en durf je dingen te doen die zo misschien niet mogelijk lijken. Zoals Paulus het durfde met Onesimus, dat was een slaaf, maar die was christen geworden en die was weggelopen. Maar van Paulus vindt dat zijn bezitter, want die man heeft zich bekeerd en zullen nu graag weer terug willen komen, daarvan zegt Paulus, maar ontvang hem nou niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan een slaaf. Die ruimte ontdekken en anderen ertoe durven uitnodigen, ook zelf die ruimte te durven leven. Dat kan alleen in de liefde, die van God komt en die ons de kracht geeft om zelf in liefde te groeien. Dan komt er echt de ruimte voor elkaar. Alleen in de liefde tot God wordt die ruimte naar elkaar toe mogelijk. Geeft het de juiste ordening in onze omgang met de dingen en de wereld. God die eerste plaats geven, dat kost iets. Daarvoor moeten we telkens weer durven loslaten. Datgene wat ons verlamt, wat ons van Hem afhoudt en daardoor van elkaar. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn. Het kan soms veel van ons vragen, maar het draagt bij tot ons geluk. Het zal vreugde brengen naar anderen toe en we zullen daartoe God de eer geven die Hem toekomt.